We hebben geen pedals, dus dan moeten we het hier mee doen. Breda nu. Een hoop opblaasbootjes, lekkere drankjes en een hele hoop plezier. Kort samengevat is dat Breda drijft. Oftewel, het grootste drijfevenement van Nederland. Al een hele hoop bootjes. We gaan zo meteen beginnen en we nemen jullie mee. Vertellen voor Breda drijft. Ja, zeven jaar geleden zag ik wat filmpjes voorbij komen uit Zweden volgens mij. Waar mensen uit een beekje naar beneden aan het drijven op een opblaasobject naar een meertje en daar was het feest. Toen dacht ik, hey, dit is een gaaf concept, dan moeten we naar Breda halen. Er gebeurde toen nog niet zoveel in de haven. Ik denk, als we dat nou in Breda kunnen doen, dan is dat een mooie toevoeging. En onze oorsprong ligt bij bootjevaren Breda, dus we zijn al op het water te vinden. En zo begonnen we met 250 man met Breda drijft. En inmiddels hebben we 2400 deelnemers. Na 6 jaar. Ja, 6 jaar geleden begon het natuurlijk. En ja, het hele concept is natuurlijk superleuk. We zien hier heel veel mensen lol hebben. En wat maakt het nou eigenlijk echt zo'n speciaal evenement? Nou, eigenlijk de eenvoud voor de bezoeker gezien dan. Hè? De eenvoud van je zit in een bootje, biertje in de hand, muziekje en ik drijf van A naar B. Dat is eigenlijk de basis van dit concept. Voor ons is de productie wel even een tandje zwaarder. We hebben gewoon vandaag 100 man werken. Alles is geregeld om het veilig te hebben, dat de mensen hun drankjes kunnen doen. Artiesten, noem maar op. Maar de eenvoud is toch eigenlijk nog steeds het leukste. Are you living here or just here for Breda drijft? I'm just here for Breda drijft. I love Breda. Oh my god, that's amazing. This is beautiful. The weather is great and we're having fun. This is awesome. Hij moet hem in leven houden of zo. Hij heeft hem gekocht en hij zei dat hij goed was. Ja, dan moet hij pompen. Ja, die billenbrouw moet op de blaren zitten. Wat maakt dit nou zo leuk? Dit is gewoon een goede sfeer. Gezellig muziekje erbij. Gewoon een leuke groep mensen allemaal hier. Ja, dat is top. Goed voorbereid op pad, coolbox bij. Ja joh, je ziet er hartstikke voorbereid uit. Hebben jullie hem daarin zitten? Oeh, helemaal vol. Hebben jullie een beetje naar je zin? Oh, fantastisch! Hebben jullie goed ingesmeerd? Ja, sowieso. Ja, dan kunnen we even bijwerken. Factor 50, lekker smeren toch? Ja, ik vind het wel gewoon een hele leuke sfeer. En gewoon al die opblaasdingen, ik word er gewoon wel vrolijk van. Gewoon die kleurtjes. En lekker weer natuurlijk. Dus ja, stop. Je blijft zo weg. Ja, dat wel. Wie moet er peddelen? Ja, net hadden we dus andere mensen voor een biertje ons helemaal laten wegbrengen. We hebben geen pedals, dus dan moeten we hier mee doen. Andere mensen met pedals vragen om een drankje in ruil voor die pedals. jullie zijn de ghettoboot. Ja, niet over nagedacht. Dit was alweer Breda Drijft 2019. We hopen het evenement volgend jaar weer terug te zien. En ik hoop hier dan weer te zijn.